Als het heelal uitdijt, waarin dijt het dan uit? Dit is de Universiteit van Nederland. In ons hele grote heelal kunnen we dingen heel ver weg zien en we weten dat ons heelal uitdijt. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Ik bedoel, een heelal dat in een heel klein begin heeft gehad en dat uitdijt, hoe zit dat dan in elkaar? Nou, dat is best wel vreemd. En daar wil ik proberen iets over uit te leggen. U moet zich voorstellen, de verste melkwegstelsels die wij kunnen zien, zijn meer dan 13 miljard lichtjaar van ons vandaan. En helemaal in het begin, toen het heelal begon met uit te dijen, zaten al die miljarden melkwegstelsels die nu zo ver van elkaar zijn, in een heel klein volume. Hoe klein? Nou, ongeveer zo groot. Een grapefruit. Dus dit is geen grapje, dit is geen schaalmodel. Het hele zichtbare heelal, alles wat we nu kunnen zien, 100 miljard melkwegstelsels, dat zat in het begin in dit kleine volume. Dus dan moet je zich voorstellen, dat is enorm hard op elkaar geperst. Nu is het heelal enorm uitgedijd en is het heel groot en heel ijl. U moet zich voorstellen, een gemiddeld stukje heelal op dit moment in de tijd bevat in 1 kubieke meter maar 6 atomen. Dat is beter vacuüm dan het beste vacuüm dat je op aarde met een vacuümpomp kunt trekken. U moet zich voorstellen, in deze zaal bijvoorbeeld zitten er in een kubieke meter ongeveer 10 tot de 25ste atomen. Dus dat is 10 miljoen miljard miljard atomen. En in een gemiddeld stukje heelal maar 6. Dus het heelal is ontzettend groot en ontzettend ijl. Toen het begon, was het heel erg dicht en daardoor ook heel erg heet. Dat is misschien even moeilijk voor te stellen, maar dit is altijd zo. Als je gassen heel erg in elkaar drukt, worden ze heet. En als je ze heel erg laat uitdijen, worden ze koud. Je kunt dat zelf een beetje merken als je even heel stevig je fiets oppompt. Als je me gewoon met zo'n fietspomp heel stevig je fiets oppompt en je voelt dan eens onderaan de cilinder van de fietspomp, voel je dat die een beetje warm geworden is. Dat is door het samendrukken van het gas. Nou, dat is in het heelal ook gebeurd. Toen het heel dicht was, was het ook ontzettend heet. En sindsdien is het gaan uitdijen en afkoelen. En nu is het heel erg ijl en heel erg koud. En bij dat uitdijen heeft de zwaartekracht er ook voor gezorgd dat het gas op sommige plekken bij elkaar getrokken werd. En daardoor is het heelal niet overal ongeveer even ijl, maar is het op sommige plekken nog ijler. En op andere plekken, zoals hier, is het veel dichter. En daar zijn wij, daar zijn interessante dingen aan de hand. Daar moet je een heleboel atomen voor bij elkaar brengen. Dus de zwaartekracht zorgt dat het klontert en dat het bestaat. Dat kunt u zien op deze video. Hij begint zometeen nog een keer. In het begin zie je de toestand van het heelal zoals die helemaal op het begin was. We zullen even wachten op het begin. Kijk, is het heel uniform en dan zie je allemaal klontjes ontstaan door de zwaartekracht. Die trekt de materie bij elkaar en overal daar waar de materie bij elkaar komt, daar ontstaan melkwegstelsels, daar ontstaan sterren, daar wonen wij. Dus zo werkt dat. Klontjes maken in het koude heelal terwijl het uitdijt. Nou, dat uitdijen, dat is best iets ingewikkeld. Want dan kun je natuurlijk vragen, als het heelal groter wordt, wie moet er dan plaatsmaken? Waar dijt het heelal in uit? En het antwoord is nergens in. Het heelal maakt zijn eigen plaats. Het uitdijen van het heelal is niet zoals een handgranaat die ontploft en de scherven vliegen alle kanten uit door een ruimte die er al bestaat. Het groeien van het heelal is het maken van nieuwe ruimte. En dat is iets heel vreemds. Dat moet ik toch proberen iets beter aan u uit te leggen. Dat is een beetje lastig om te doen, omdat als je volgens Einstein probeert uit te rekenen en uit te leggen hoe een heelal evolueert, moet je eigenlijk praten over ruimte en tijd. En ruimte heeft 3 dimensies.
lengte, breedte en hoogte. Daar zijn we allemaal aan gewend, daar kunnen we in denken. En dan is er tijd nog als een vierde dimensie erbij. En als je dan aan die vier tegelijk moet denken, ik weet niet hoe dat in uw hoofd gaat, maar bij mij gaat dan alles op tilt. Dat hou ik niet bij. Drie dimensies denken, dat kan wel. Dus laat ik dat eens voor u gaan doen. Laten we eens een namaak heelal maken dat maar twee ruimtedimensies heeft. Dat is dus plat. Deze tafel zou een heel goed namaak heelal zijn. Want dat heeft maar twee dimensies, lengte en breedte. Maar ik ga het iets interessanter maken. Ik ga een heelal maken met twee dimensies op een bol. Dit is mijn heelal. En het vel van de bol is het heelal. Het vel van de bol, dat is de ruimte. Dus daar zit lengte en breedte in, maar geen diepte. Want binnen in de ballon is niet het vel van de ballon en buiten de ballon is ook niet het vel van de ballon. En dan kan ik uitleggen wat er met een heelalgebruik gebeurt als je de dimensie tijd erbij haalt. Kijk, gaan we dat eventjes doen. Even zorgen dat dit experimentje lukt. Kijk, nu is mijn heelal een eind uitgedijd. En nu is er dus ook een heleboel rubbervel bijgekomen. Dus er is gewoon meer ruimte ontstaan. Dus de ruimte wordt groter. Het heelal dijdt niet uit in een ruimte die al bestaat. Het heelal maakt meer ruimte bij. En dan kun je ook zien dat vanzelf, overal tussen de sterren en melkwegstelsels in het heelal, komt steeds meer ruimte bij. Dus bewegen ze van elkaar af. Dus ook de melkwegstelsels, die vliegen niet door de ruimte van ons vandaan. Die staan stil in de ruimte en de ruimte dijdt uit. En dan krijg je ook meteen die wet van Hubble. Want als je nou twee melkwegstelsels neemt die heel dicht bij elkaar staan, dan zit er maar een beetje ruimte tussen en dat wordt dus ook maar langzaam meer. En als je twee melkwegstelsels neemt die heel ver uit elkaar staan, daar zit veel meer ruimte tussen, dus daar komt ook veel meer ruimte bij. Dus dat dijdt sneller uit. Dus zo dijdt het heelal uit. Het dijdt niet uit in een bestaande ruimte, maar het dijdt uit in de tijd. Het begint bij de oerknal, dat is een tijd. En het dijdt uit in de tijd en maakt meer ruimte bij. En zo'n heelal kun je natuurlijk zomaar ook kwijtraken als het van je wegvliegt. Nou, dus zo zie je dat je in zo'n heelal dat uitdijdt, ruimte bij kunt maken en als het ware die wet van Hubble gewoon kunt krijgen uit het maken van meer ruimte. En dat is best wel lastig. Dus laat ik proberen om dat op een andere manier nog eens te laten zien. Kijk, ik ga het volgende doen. Stel nu eens even dat dit de oerknal was. Hier is het heelal begonnen in deze oranje stip. En laten we nou eens kijken naar het heelal, naar die ballon, een tijdje later. Dan pak ik gewoon nog eens een keer zo'n ding dat de ballon een tijdje later voorstelt. Dit is bijvoorbeeld na 7 miljard jaar, dus halverwege tussen de oerknal en nu. En dan zie je daar een paar melkwegstelsels op staan. En dat is dus het heelal 7 miljard jaar geleden. Nou, het heelal 3,5 miljard jaar geleden, dat is alweer een beetje groter geworden sinds de oerknal. Dat is dan deze bol. Die hang ik er zo eens even overheen. Dus nou zie je twee verschillende tijden van het heelal, of eigenlijk al drie verschillende tijden van het heelal. De oerknal, dat is dat midden. Dan zie je het heelal als het 7 miljard jaar oud is, dat is die eerste bol. En het heelal als het 10,5 miljard jaar oud is, dat is die tweede bol. En dan heb ik er natuurlijk nog een heelal, namelijk het heelal van nu. Die kan ik er ook weer overheen hangen en die is weer wat groter. En dan ziet u ook dat de stipjes van die melkwegstelsels iedere keer weer iets verder uit elkaar komen te staan in dat steeds uitdijende heelal. Dus hier zie je als het ware hetzelfde als met die ballon. Alleen nou kun je er wel in kijken en nou kun je binnen ons huidige heelal ook nog het heelal van vroeger en het heelal van nog vroeger zien liggen. Maar wat zien wij nou? Als wij nou kijken naar al die melkwegstelsels in het heelal, zoals op de dia van deze foto van de Hubble-telescoop,
welk heelal zien wij dan als we naar al die melkwegstelsels kijken? Zien we dan dit heelal, of die middelste bol, of die binnenste bol? Mag ik dat eens aan u vragen? Wie denkt dat we die binnenste bol zien? Een paar mensen denken dat we die binnenste bol zien. Wie denkt dat we de buitenste bol zien? Ja, ook hoor ik zeggen. Dat zijn al wat meer handen. Wie denkt dat we die bollen allemaal tegelijk zien? Ha, dat zijn de meeste handen. En dat is inderdaad het goede antwoord. Want wat je ziet, is je ziet een rare doorsnede van ruimte en tijd. Als je nu naar het heelal kijkt. Als je kijkt naar die foto van die hemel door Hubble, dan zijn de vrij grote vlekjes, dat zijn melkwegstelsels, die zijn vrij dicht bij ons. Die zitten dus als het ware bijna op die buitenste bol, die horen bij nu. Maar de allerzwakste stipjes op die foto, dat zijn melkwegstelsels die wel 10 miljard jaar geleden zo waren. En die zijn 10 miljard lichtjaar weg, dus die zien wij nu pas. En die zitten dus zelfs nog binnen die binnenste bol. Dus als je kijkt naar het heelal met zo'n foto, met zo'n hele diepe foto, dan zie je een hele rare doorsnijding van ruimte en tijd. Want je ziet het verleden en het heden op hetzelfde moment in hetzelfde plaatje. Dus nu kun je een beetje beginnen te begrijpen waarom Einstein ons heeft proberen te leren dat je over ruimte en tijd bij elkaar moet denken. Want je ziet niet de ruimte nu of de ruimte toen of de tijd. Je ziet als het ware meteen de ruimte-tijd. Je ziet het heelal en je ziet de geschiedenis van het heelal allemaal in één foto. Daarom zijn wij sterrenkundigen zulke bevoorrechte mensen. In bijna alle andere wetenschappen moet je het verleden reconstrueren door wat je er nou nog van kunt zien. Als je een sterrenkundige bent en je hebt een grote telescoop, dan kun je gewoon het verleden rechtstreeks bekijken. Je kijkt gewoon naar een melkwegstelsel dat 5 miljard lichtjaar van ons vandaan is. En dan zie je het heelal zoals het 5 miljard jaar geleden was. 9 miljard jaar na de oerknal. Dus zo zit dat universum op best wel een ingewikkelde manier in elkaar, maar je kunt het toch wel een beetje snappen. Dus wat hebben we dan nu eigenlijk geleerd in dit verhaal? Wat is de crux? De crux is, het heelal is geen ontploffende handgranaat. Het heelal is niet op een bepaalde plaats begonnen en dijkt vanuit daaruit. Alles zat in één punt in het begin. Alles zat in de oerknal, dus de oerknal was ook hier. Alle atomen waar wij uit bestaan waren ook deel van de oerknal, dus dat is niet ergens anders, dat is hier. Maar lang geleden hier. 14 miljard jaar geleden. Sindsdien dijt het heelal uit, er komt steeds meer ruimte bij en het heelal dijt uit in de tijd. Door meer ruimte bij te maken. Dus de oerknal is niet een bepaalde plek, het midden van het heelal. De oerknal, dat is een moment in de tijd, het begin van de geschiedenis van het heelal. En wij zien nu al die dingen door elkaar. We kunnen het nu zien, we kunnen het toen zien, we kunnen de geschiedenis van het heelal meteen gewoon voor onszelf bekijken. Nou, dat uitdijen duurt al heel lang. Het is begonnen met een oerknal. Niet iedereen wil daaraan. Sommige mensen vinden dat heel schokkend. Dus is dat nou echt gebeurd? Is dat een waar verhaal of alleen maar een leuke geschiedenis? Dat vertel ik u in het volgende college.